Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat er tamelijk veel bewolking over Nederland trekt. Dat is met name hoge bewolking, maar die is wel dik genoeg om de zon behoorlijk af te schermen. De meeste zon komt op dit moment voor in het noordoosten van het land en daar hebben we dan ook de hoogste temperaturen. Er ligt een wat dikkere plak met bewolking over het zuidoosten naar het midden van het land. En in Duitsland zien we ook wat dikke wolken plukken. Daar zijn inmiddels wat buien tot ontwikkeling aan het komen. En die buien die gaan vanuit het zuidoosten richting ons land trekken. En trekken later vanmiddag, vanavond en vroeg in de nacht van zuidoost naar west over het land. Op het radarbeeld van de afgelopen uren kunnen we zien dat er in Limburg af en toe wat lichte regen is gevallen. Inmiddels is die regen grotendeels weggetrokken. Maar zoals gezegd gaat dus de komende uren de buienkons vanuit het zuiden toenemen. De waarschuwingen daarvoor staan inmiddels ook uit. We zien dus de nadruk met name over het zuiden, midden en westen van het land. In het noordoosten, daar is de kans op hevige buien een stuk kleiner. Want ja... Best hevige buien kunnen het echt wel zijn die vanavond het land intrekken. Er kan onweer bij zitten, er kan plaatselijk veel regen vallen in korte tijd, en misschien dat er zelfs wat hagel naar beneden komt. Alverwege de avond is het nog een graad of 14 bij weinig wind. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot een graad of 10. De wind blijft zwak of matig, we houden veel bewolking. In de loop van de nacht gaan de buien in activiteit en aantal afnemen, maar helemaal droog blijft het niet. De droge condities overheersen wel in het noordoosten van het land. Dan morgen overdag, dan gaan de buien verder naar het noorden toe uiteindelijk wegtrekken. Dan kan het dus in Groningen en Friesland ook wel een bui vallen, maar dat zijn zeker geen heftige buien meer. In de loop van de dag wordt het dan op de meeste plaatsen uiteindelijk wel droog en van tijd tot tijd breekt ook even de zon door. De middagtemperatuur die komt uit zo tussen de 15 graden in het uiterste noordwesten tot 18 graden in Limburg en dat alles bij een matige wind uit het oosten of noordoosten. Dan het weerbeeld voor de dagen daarna. Donderdag en vrijdag houden we een buienkans. Er kan een enkele keer onweer bij zitten. Op donderdag wordt het 18 tot 21 graden. Is het dus wel weer een warme dag in het binnenland op sommige plaatsen? Vrijdag doet de temperatuur eventjes een stapje terug, graad of 17. Maar zaterdag dan haalt hij al wel weer de 19 graden in Limburg. Op de zaterdag zien we dan ook de buienkans geleidelijk aan afnemen. Er komt meer zon in het weerbeeld. En dat alles bij een matige zuidelijke wind. En die trend die zit eigenlijk wel door voor de, de tweede helft van het weekend. Op zondag is het 20 graden op een heleboel plaatsen. En na het weekende. Houden we temperaturen die vaak in de buurt of boven de 20 graden uitkomen? Ik ben Ben Langkamp van weerblazer.nl